Vandaag heb ik 200 kijkers en een vlot in het water. Ze zullen met z'n allen moeten overleven op het vlot. Er liggen schatten verspreid in het water. Uiteindelijk zal PvP aangaan. We gaan ze blokken geven. Degene die als laatst overblijft, die wint natuurlijk. Robin, ja. Ben je er klaar voor? Op zich wel, ja. Oké. Laat alle kijkertjes dan maar op het vlot komen. Ben je er klaar voor? Ik ben er hartstikke... Ik ben echt altijd klaar voor. Daar komen ze dan. Ja, daar zijn ze met z'n allen. Gelijk in de kist gaan gluren, hè? Oh, wat tuurlijk, zijn ze ook tuurlijk. Vies. Wat zijn ze ook weer oh, vies. Wat is het ook druk. Oh, mijn god. Kijk, wat gebeurt er met al die mensen? Ze zijn ja, een soort van te veel. Naar één kant gezogen. Oké, Robin, haal de onzichtbare muur weg in 3, 2, 1. Hoppakee! Ja, daar gaan ze! Oh, ik ben benieuwd wie als eerste voor de schatten gaat. Hier, kijk, we hebben hier een Lucky Luke. Wat is het? En die ziet hier een prachtige schat. Hoe zie jij die? Hoe zie jij dat hier een schat is? Dat zie ik niet eens. Huh? Het is gewoon één grote blauwe bende hier. Oh, mijn god, het zijn echt allemaal visjes in het water gewoon. Wat amazing dit om te zien. Wat ontzettend leuk. En ja, Lucky Luke is de eerste. Lucky Luke heeft de schat bemachtigd. Yay! Yeah, Lucky Luke! Yeah! Kijk, ze zal in de schatkist kijken. En wat er in de schatkist verspreid is natuurlijk... Het zijn hele simpele items, jongens. Het gaat om een helmpie. Het gaat om wat sponsjes. Het gaat om een enderpearl. Gewoon een aantal... Hoe sociaal al dood? Fell out of the world. Oh ja, jongens, dat moet ik ook zeggen. Als je langs het randje gaat, dan ben je gewoon dood. Dan val je uit de wereld. Robin. Ja? Moet je eens kijken. Waar ben jij? Hier. Oh, op midden. Kijk deze boom hier, die smeelt dat gezicht. Wat is er mee? Wat is er mee aan de hand, joh? Hij zit gewoon hier in het midden. Ja. Hoho, land in zicht! Abonneer jij even, dan ga ik de wereld ontdekken, want die is plat. Oké, laten we beginnen door mensen wat blokken te geven. Dan kunnen ze allemaal dingetjes gaan bouwen. Hoppie! Kijk, 30 rode wol en dan kunnen mensen gelijk aan de slag met bouwen. Ik ben benieuwd wat hun plan gaat zijn. Of ze vanaf de bodem af gaan bouwen, of dat ze vanaf het vlot af gaan bouwen, vanaf de kleine schatkistjes. Ja, want ze hebben niet zoveel. Nee, ze hebben helemaal niet zoveel. Oh, er wordt een platform gebouwd bij het vlot, Robin. Ik zie het. Maar als goed is, kunnen ze het vlot nu ook slopen. Laten we dat maar... Ja, ze hebben het door. Ah, boeien, dan gaat het vlot maar weg. Oh, moet je zien. Wat ga je doen? Ja. Yeah. Oh, mijn god, wat heb jij een curskin? Waar is je oog? Waar is je tweede pupil? Mensen zijn wel weer slim aan het doen, hoor. Dat kan je zien. Er komen echt gelijk weer platformen en andere onzin komt er allemaal bij. Maar ook onder water, hè, bouwen mensen. Ja, er zijn hokjes aan het bouwen. Mensen hebben zich ingebouwd. Oh, maar deze, ik zie het. Mensen zijn zich... Maar verdrinken die dan niet op een gegeven moment? Nog niet. Lars, wat ben je aan het doen? Oké, ze mogen gewoon niet buiten de randjes bouwen. Laten we even controleren. Oh, kijk eens. Oh, jongens. Oh, die hebben eronder gebouwd. Sneaky. Ja, dat halen we weg. Ook niet eronder, nee. Oké, dan hier zie ik er ook al gelijk eentje. Jezus, wat zijn mensen allemaal aan het bouwen gelijk hierboven, hé. Oh my days. Zullen we ze anders nog een kleurtje geven? Ja, prima, maar deze guy die heeft gewoon een toren gebouwd. En die denkt, dat zal wel. Ik blijf wel gewoon hier. Kijk, ik gun hem een klein platformpje. Ja, dat is prima. Oké, ik ga ze nog een blokje. Nou mag ik een kleurtje kiezen. Ja, kies jij maar een kleurtje. Ja. Ah, lime green wool. Kijk, dan creëren we een soort... mensen kunnen dan een soort gras creëren. Of gewoon weer torens, hè, koelkast. Ik vind het wel ergens tijd voor. Wat vind je tijd voor? Het is gebleken dat mensen onder water normaal niet adem kunnen halen. Dat blijkt een feit te zijn, ja. Hier nog wel. Dat moet uit. Dat moet uit. Oké. Mensen? Waarschuw jij ze? Zullen we ze waarschuwen of niet? Nee, ik vind van niet. Laten we ze gewoon niet waarschuwen. Dat ze ineens allemaal omhoog moeten. Maar ik denk dat er dan mensen zijn die in van die blokjes zitten. Kijk hier. Deze hebben nu waarschijnlijk een probleem. Fire, Devil en Lars. Want die zitten nu in de En ze gaan naar boven. Kijk, ze gaan snel naar boven. Ze hebben het door, hè? Nee! Ja, shuttles! Oh, ze hebben het niet door gehad en ze verdrinken. Wat zonde voor ze. Maar kijk even hier, hè. Deze hier, Lars. Lars en deze guy hier, die hebben een hokje gecreëerd met z'n tweeën waar ze gewoon veilig zitten. Wacht, kijk. Wacht. Hallo. Oh, sorry jongens. Omhoog. Klimmen. Jullie verdrinken. Sorry, ik heb het verpest. Jongens, snel. Oh nee, als ze nu verdrinken is het mijn schild. Jullie moeten zwemmen. Wat hebben we gedaan? Omhoog, Fire Devil. Zwemmen. Ik heb, hier een paar bekenden van ons. Echt? Hier, kijk, hij heeft het gered. Ik heb hier een, ik heb hier een paar bekenden. Justin. En dan, kijk, dag Justin, dag nee. Rick hebben we hier. Kijk, Rick. Ja, Rick, kijk, Rick die moet gewoon helemaal weg. Ja, Rick, die moet gewoon... Kijk, die gaan we gewoon zo. Goed zo. Ja, oké, nee, top. Kunnen ze in ieder geval gewoon naar de bodem van, van de zee brengen. Ja, doe dat maar. Dus TP hier, Rick Force. Oh, dat werkt niet. Nee. Je hebt geluk, Rick. Vandaag heb je geluk. Oh! Hoe? Deze guy heeft carpets gemaakt. Hond, waf, hij heeft carpets van zijn wol gemaakt. Wat mooi. Huh? Wow.
Maar, oh, ze kunnen ook echt ademen hier. Wow, jongens, wat lijp wat jullie gedaan hebben met z'n allen hier. Jullie hebben gewoon een beest gebouwd. Ja. Daar ben ik, ik hoor bij hun nu. Ik woon hier. Ja, ja, jongens, ja, we gaan het winnen. We gaan winnen. Ja, nee, eigenlijk vind ik dit best wel vervelend. Dus, zo. We hebben jullie beest gegriefd. Ah, ze bouwen het ding. Ja, oké, okay, maar het is weer een beetje dood. Dus ik vind het tijd voor een nieuwe kleur. Of, ik heb eerst een leuk idee. Weet je nog die guy daar helemaal boven met zijn Alex skin? Ja, die weet ik nog. Deze guy hier. Ja, je bent een goede jongen. Een goede jongen ben je. Laten we hem hier een flint en steel geven. Hij krijgt deze keer de taak van de flint. Dankjewel. Nee, top. Dankjewel. Ik vind dat je dit lief hebt gegeven. Ik wil hem wel teruggeven. Ik vind het vervelend voor je. Kijk. Toch niet. Vind ik niet. Nee, nee. Nou, toch wel. Oké, hij heeft de taak van de flint en steel. Ik ben benieuwd wat hij ermee gaat doen. Dan wil ik dat de volgende challenge, als hij hier is, een leuke skin heeft. Ja, dan moet je wel een leuke skin hebben volgende keer. Maar, eerst... Mag ik kiezen wat hij neemt? Ja, wat voor skin moet hij even hebben? Ik weet het niet. Hallo! Hij kwam wel heel dichtbij. Oké, maar laten we maar gewoon zijn taak uitvoeren. Fall damage! Okay. Oh, hij heeft het in de fik gestoken. Zet het in de fik! Ja, kom op, je kan het! Rennen! Wat doe je? Ga nou dingen in de fik steken. Ja, hij gaat ervoor. Gaat die mensen saboteren. Hij saboteert de boel. Hij saboteert heel goed. De bende. Goed zo. Kijk, hij heeft een missie. Oké, ik kom terug op die skin, jongen. Ga maar eerst je taak doen. Kijk, daar gaat hij. Wat gaat hij doen? Oeh. Oh, damn. Wat een madman. Oh, hij zit echt... Ja, hij heeft een octo. Oh, maar deze. Hij is echt... Oh, mijn god. Hij zet zichzelf in de fik. Robin, ik vind dat het tijd is voor PvP. Oké, gaan mensen elkaar gelijk hitten. Oh, ik denk dat ze kabobi willen pakken dan. Staat het aan? Ja, PvP staat aan en ze maken er gebruik van ook. Oh, ze zijn gelijk aan het fighten. Ik ben benieuwd wanneer de eerste kill in de chat komt. Ik ook. Maar volgens mij zijn mensen hun blokjes ook een beetje op, zo te zien. Ja, hun blokjes zijn sowieso wel op, merk ik inderdaad. Oh, patat of kaas. Zo, ik heb ze nog maar even kleurtjes gegeven. Oh, nu kunnen ze weer even verder bouwen. Kunnen ze een dingetje weer doen. Kijk, ik heb een idee. Ik doe hier een kist plaatsen en daarin doe ik een houten zwaardje. Kijk. Oh, ik ben benieuwd wanneer de eerste dat gaat pakken. Gewoon, kijk, er is een kistje hier. Weet je wat het ook wel is? Mensen die moeten elkaar toch wel een beetje gaan opzoeken. Ik zeg, het is tijd voor een randje. Ah, een randje. Ja. Hey, maar wacht even. Je hebt hier Ernie. En we hebben hier ook Bert. Bert en Ernie zijn er. Met een Ernie. Nice. Ja, dat is Bert. Dag Bert. Kijk, breng de border maar. Kijk, de world border is gezet. Dat betekent dat mensen niet verder dan dit kunnen. Niet dat dat komt. Maar deze kunnen we nu langzaam laten krimpen in de loop van de tijd. Kijk, we hebben hier een René. We hebben hier een Justin, we hebben een oplossing. We hebben een reek. Wat zijn we aan het doen, jongens? Ja. Oké, laat ik hun ook een voordeel geven. Kijk, ik ga één iemand hier ook een zwaardje geven. Vind ik ook wel leuk. Hoppakee. Oké. Ik ben benieuwd wie hem gaat pakken. Oplossing. Ja, nee, Thijs. Oh. Hij heeft hem. Oplossing heeft hem. We hebben de oplossing. Nee. Maar kijk eens heel even achter je. En dan naar boven. Wat zijn ze hier aan het doen? Dit is de game. Jongens, jullie krijgen ook van mij een cadeautje. Kijk, een boog met een halve stack arrows krijgen ze. Oh, daar kunnen ze hun ook... heel erg mee... Ja, daarom. Ik wil even dat ze op hun gaan. Kijk, ik geef ze ook gewoon de hint naar hun. Oh, jongens, naar hun. Schiet op hun. Ik ga ze pushen. Schiet. Hier, hup. Daar. Kijk, daar. Hup, ja, zo. Ja, ze doen het. Ze schieten. Pak ze, jongens. Schiet op ze. Kijk, ze moeten gelijk gaan bouwen voor hun leven daar. Goed zo. Oké, taak volbracht. Wil je nou ook deze prachtige events doen samen met je vrienden? Of wil je gewoon lekker even survival of wat dan ook? Kijk dan zeker even op Kaas Hosting voor de geweldige Minecraft servers. Einde reclamespotje. Hey, zullen we de boor wat verkleinen? Ja, laat hem even krimpen naar... Gewoon 20 blokjes. Ja, 20 blokjes krimpen. En laat ik ook even de boer in het midden hier gewoon even helemaal in de fik steken. Ja, brand! Is de woorden aan het krimpen? Justin is dood! Oh, Justin is echt doodgeschoten door een ze doen hun taak vet goed! Ja, Justin is vermoord! Oh! Is niet goed, Danny, nee. En is die kist al geloot die ik random had geplaatst? Oh, die in de lucht bedoel je? Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, want die had je hier. Hij is gewoon helemaal weg. Hij is helemaal gone, dus die is gewoon geloot. Oké, laat ik een nieuwe kist plaatsen. Oeh, er wordt ook wel veel in de fik. Ik ga meer flint en steels weggeven. Prima. Kijk, ik plaats hier een kist met daarin 16 sponges. Ja, het wordt gezien gelijk. Kom op, jongens, jullie kunnen het. Oh, kom op, ga ervoor. Pak hem, pak de kist. Ja, je hebt hem. Ja, 16 sponsjes. Wat ga je ermee doen? Daar kan je echt een hele onderwaterbasis mee maken als je het slim doet. Ja. Ga nu naar beneden. Niemand is meer onder water. Oké, dan ga ik gewoon heel veel goede loot onder water brengen. Geef iedereen trouwens maar even een diamond helmpje. Dat vind ik wel leuk. Een diamond helmpje, oké. En nieuwe blokken. Knuppel 63 heeft iemand vermoord. Oké, ik ga hier een kist doen met een stenen zwaardje erin. En dan doe ik nog een kistje onder in het water. Met daarin een enderpearl. En ik doe een kist onder het water met een chestplate erin. Ondertussen gaat de border weer 10 blokjes kleiner. Ja, ik zie het inderdaad. Die wordt ook kleiner. Oh, maar kijk, mensen die proberen naar beneden te gaan. Zo. En die verdrinken. Ik heb de hik. Ik vind het helemaal vervelend. Oké, weet je wat? Geef iedereen maar gewoon een houten zwaardje. Dan ben ik benieuwd wat voor PvP er gaat komen. Wow, mensen hebben hierboven trouwens een skybase. Gewoon Jasper, die werd vorige keer...
tweede. Ik haat echt de hik, jongens. Kom met even een oplossing voor de hik onder deze video. Alsjeblieft, help me. Gun me die hulp. Oké, zet fall damage trouwens ook maar aan. Wil je de borden ondertussen alweer wat kleiner? Ja, doe maar. 10 blokjes. 10 blokjes. Nu moeten mensen weer hun basis verlaten, zoals hier. Pas op, lala. Oké, geef iedereen ook maar... Een boog en een aantal pijlen. Gewoon een 10 pijlen of zo. Oké, ik heb een idee. Allemaal naar de bedrock. Allemaal naar de bedrock. Goh, even kijken hoeveel mensen er nog leven. Oké, laten we even een controle doen. Ja, zo te zien is het wel helemaal top op deze manier. Oh, nee, Robin, ik heb iemand. Dat meen je niet. Hij probeert het. Kijk, wacht. Hij probeert het te kofferen. Kijk. Wacht, ik leid hem af. Ja. Ja, je kan wel ja knikken. Psst. We hebben je betrapt, hè? Oh, ja, dit was vaste karma. Moest hij maar naar zijn dinges doen. Hij luisterde niet naar de reglementen. Iedereen doet eerlijk en gaat hierheen. Wat zijn er nog veel over trouwens? Ja. Dit vind ik ook het moment om iemand een tweede kans te geven. Fire Devil 6. Fire Devil 6. Jij krijgt een tweede kans. Oké, Fire Devil. Jij krijgt een tweede kans. En dan gaan we je ook wat spullen geven. Een houten zwaardje. Flint en steel. Een chestplate. Een diamond helm. Een boog. Een boog. Met arrows. En dan zoek je het maar uit. En dan zoek je het niet maar uit. Niet fall damage. Niet fall. Goed zo. Kijk, hij snapt het. Oké, we gaan nu het water vervangen. Voor lava. En dat ben ik toch zo ontzettend benieuwd wat mensen gaan doen. De PvP blijft een hele vooruit. Dan geven ze de kans om weg te gaan. Maar ze kunnen wel elkaars blokjes slopen. Dus ze moeten voorzichtig zijn. En zo is in één keer het stuk... Oh, dit is echt simpel. Het is gewoon alleen het randje hier is gewoon lava geworden. Nou, ze mogen weer een ding doen. Hebben ze genoeg blokken allemaal? Geef ze nog allemaal maar even wat blokken. Oh, en iedereen is gelijk aan het ontsnappen, hè, van de bedrock. Ik ga langzaam de bedrock ook weghalen. Dat doe ik wel met de hand. Dat het zeg maar niet in één keer te onverwachts is. Pas op, jongens. De bedrock die verdwijnt langzaam. PvP ook aan. Ja. PvP gaat weer aan. Zo. Oh, mensen zijn gelijk aan. Zo. Oh my days. Wow, wat gaan er veel dood. Tijd voor de borden wat kleiner. Ja, maar hoeveel zijn er nou nog over? Volgens mij zijn er weer vet veel dood. Ja, volgens mij ook. Wat zijn we aan het doen, jongens? Wat zijn we aan het doen? Oké, de borden wordt inderdaad weer echt een stuk kleiner. Waardoor mensen gewoon weer meer moeite krijgen. Ik heb een goeie. Nou? We hebben nu namelijk een border van zijkanten. Ja. Maar we kunnen natuurlijk ook een border van onder laten komen. Dus dat de lava omhoog komt. Ja. Ah, dat vind ik wel een goeie. Hoeveel zijn er nou nog over? We hebben hier de vast. Echt niet veel meer, Tralek en Young. Of we hebben hier ook nog iemand? Oh nee, niet. Ja. Nee, Bert en Ernie zijn allebei dood. Nee, jongens. Pas op, tandenstoker. Pietje is op je aan het schieten. Pietje gaat snel weer naar de high ground. Maar tandenstoker heeft hetzelfde door. Die wil ook zo snel mogelijk weer omhoog. Geef ze nog maar extra blokken, dat ze even genoeg hebben. Hier, Pietje, die heeft weer het hoogste punt opgezocht. We hebben hier Tandenstoker en we hebben hier mijn nieuwe naam. Ik ben voor Tandenstoker. Je kan het, Tandenstoker. Ja, en ik ben voor Piertje. Dan hebben we gewoon twee keer... Nee! Oh! Mijn nieuwe naam is nu al dood. Oh, wacht. Oh. Nee. Pas op. Pas op, Tandenstoker. Tandenstoker, pas op. Pas op. Tandenstoker. Oh. Pas op, erin. Oh mijn god. Oh mijn god, dit... Oh! Nou heeft hij gewonnen! Piertje heeft gewonnen! We hebben een winnaar! Het is zo snel ineens afgelopen! Hij heeft met de boog zo snel mensen vermoord! Wat een einde! Hij heeft zoveel kills gemaakt met die boog! Hij heeft echt een rechtmatige plek gewonnen. Hij heeft zoveel mensen inderdaad vermoord. En hij had nog een enderpearl en een sponge. Deze guy heeft ook gewoon heel veel van die, ja, van die schatten gevonden. Piertje! Is dat de naam? Jazeker. Je bent de winnaar. Ja, dat had ik ook wel gemerkt. Ja, weet je hoeveel kills jij hebt gemaakt met je boog? Geen idee. Je hebt echt heel veel mensen gehoord. Heel veel. Je hebt het echt goed gedaan. Je bent gewoon terecht de winnaar. En weet je wat het was? Een vriend van mij die deed ook mee. Ja, Moffel. Waar is hij? Ja, waar is Moffel? Ja, Moffel en Piertje. Ja. En toen moest hij weg omdat hij moest eten. Ik zei, ik doe het voor je, Moffel. Hier. Ik ga winnen voor je. Hier is hij. Ik ben Moffel. Ja. En ik heb gewonnen. Zet de Moffel even bij je. Hier, wacht. Hier, Moffel, je vriend, die heb ik naast je neergezet. En hebben jullie met z'n tweeën gewonnen. Moffel en Piertje. Hij heeft zijn brilletje ook op. Ja. Wat ontzettend goed dat je hebt gewonnen. Hey, wat vond je van het event? Hartstikke leuk. Ik ga echt zeker vaker meedoen. Kijk, dat is leuk om te horen. Hey, we gaan je prijs opsturen. Ik sleep je zo meteen even terug. Vond je deze video nou leuk? Abonneer dan zeker even. Kijk ook deze video, want wauw, wat een mooie video. En dan spreek ik later glaasje water, telt 4 flesjes bier. Moe!